Yo, kijkers van Lube Games, ik ben Mas en welkom weer terug bij deze gloednieuwe Kingdom Tour. En ja, het moest een keer gebeuren. We gaan vandaag langs bij Moria. En Moria is waarschijnlijk, wat ik misschien denk ik al wel kan zeggen, op dit moment het mooiste kingdom wat er is. We gaan kijken naar de buildings in Moria. En waarschijnlijk zullen we dit of in een hele lange aflevering gaan doen, of in een aflevering waar verschillende stukjes in geknipt worden. Dus het zullen misschien twee afleveringen worden, want er is ontzettend veel te laten zien. Laten we beginnen met de poort. Dit is de poort, als het goed is, aan de zuidkant van Moria. Is het volgens mij de enige ingang waar je naar binnen kan. En hier staat ook op een bordje: welkom in het Koninkrijk Moria. Hier kom je dus Moria binnen. We gaan binnenkijken en het is super tof geworden. Eventjes kijken. Ik denk dat ik eventjes mijn renders eventjes iets hoger ga zetten. Om nog wat beter te kunnen zien, want het is echt heel tof. En hier ben ik dus ook al geweest bij de Kingdom afleveringen. En kijk dit. Dit is verschrikkelijk gaaf. Vooral de lucht erbij. En we gaan eventjes kijken hoe dit eruit ziet. Hoe hoog dit is. Wat is er met mijn... Er is iets met mijn FPS aan de hand. Oké. We gaan even kijken. Kijk hoe groot dit is. Hier heb je echt een volledig bos. Maar dit is niet het enige bos. Dan kom je ook later te zien. We gaan eerst eventjes rondlopen. Want je loopt dus een beetje rond door het bos. Het is ook echt gewoon niet te zien aan de beide kanten. Je kan bijna geen opening zien. Hier kom je dan bij een wegwijzer uit. Daar ga je naar Iragin. Daar ga je naar de grenspoort. En daar ga je naar de hoofdstad. We gaan eerst eventjes kijken bij Iragin. Iragin is, als het goed is, het eerste dorp wat er gebouwd is met functies. Maar wat ik ook al wel een beetje heb. Maar dit dorpje heeft dat echt vooral heel goed gedaan. Bijvoorbeeld hier zit al een smid. Ik kan wel even binnenkijken. Hier kan verkoopt hij dus zijn armor, zijn zwaard. Hier, Moriaans zwaard, alleen hangt er nu niks. Dus waarschijnlijk is hij op vakantie. En hier kan hij dus zijn wapens maken. Dan hebben we hier, als het goed is, het huis van de burgemeester. Het is niet een heel groot dorpje, maar het is wel een leuk huis. Maar het is vooral een heel tof dorpje, omdat de huizen functies hebben. Hier een begraafplaats naast deze kerk. En deze kerk is heel leuk geworden. We gaan even binnenkijken. Dit is een kerk in Moria. Moria heeft niet echt heel veel kerken. Op dit moment hebben ze er twee. En ik merk dat mijn renders dat ik die eventjes wat lager moet zetten. Dat doen we dan ook eventjes. Moria heeft dus nu twee kerkers. Twee kerken. Er staat er ook nog eentje in de nieuwe stad Sitos. Maar daar gaan we ook nog naar kijken in deze aflevering. Of afleveringen. Dan heb je hier weer een wegwijzer. Dan ga je die kant richting de hoofdstad. Dat is dus de kerk. Die staat daar. De gevangenis. En hier staat de herberg. Dan gaan we eerst eventjes hier kijken. Dan hebben we hier een stal. Met paarden natuurlijk. Hier kunnen ze dan... Hier hebben we nog daar staan kippen. En hier is de herberg in Den Gouden Geit. Leuke naam. En hier is dus de herberg. En hier kun je dus ook slapen. Alleen... Oh ja, er zit hier wel een bar. Nee, ik heb niks gezegd. Ik dacht dat er geen bar zat. En hier staan dus de kamers. Ook gewoon prima kamers. Niet al te groot, niet al te klein. En het is gewoon een heel tof dorpje geworden. Eventjes van de bovenkant kijken. Het zit midden in het bos. En daar de bergketen waar ik ook heel veel aan gewerkt heb. We missen volgens mij nog één dorpje. Één huisje. En dat is de bank. Dit is de eerste bank die op de server gebouwd is. En hier kunnen mensen natuurlijk hun geld opslaan. Ik weet niet. Zit hier al... Is hier een chest volgens mij, hè? Nee, er zit niks in. Maar volgens mij wordt die op dit moment ook niet gebruikt. Wel goud armor. Dus je kan zien dat de Morianen in ieder geval niet arm zijn. Nou, laten we even terug gaan lopen. Want we gaan het andere deel... We gaan een beetje het deel laten zien wat al eerder gebouwd is. Dus de gevangenis die kant op gaat, hebben we pas geleden gebouwd. En ik voel dat ik een beetje lag spikes heb. Heel raar dit. Even kijken. Cubing zetten we off. We zetten maximum frame rate op 120 fps.
En deze zetten we op. Zo. Even zetten we hem even op sun. Even doen eventjes de chunks reloaden. Zo. En dan moeten we door gaan lopen. Dan gaan we eventjes D. Zo. Zien we het allemaal wat beter. En dan gaan we die kant richting de hoofdstad. Want de hoofdstad heeft ook een andere look gekregen. En het, ik merk dat het echt verschrikkelijk is. Mijn, waarom het zo slecht... Oké, nu werkt de door weer smooth. Nou, daar heb ik vaak wel last van. Maar dat komt ook omdat ik mijn shaders aan het opnemen ben. Volgens mij komt dat ook door deze shaders. Maar nou, ik weet niet precies waar het aan ligt. We lopen gewoon door. Het lijkt echt heel erg. Komt dat door? Dan ben ik even wie of. Oh, wacht. Misschien dat het daarmee te maken. Nee, niet eens. Hé? Komt denk ik gewoon door de shaders. Ik kom zo terug wanneer ik het eventjes gefixt heb. Want ja, zo kan ik natuurlijk geen opname zetten. Daar ben ik weer. Ik heb eventjes een andere shader pack aangezet. Ik heb even Zeus aangezet. Die wat beter werkt. Voor mij. En daar lijk ik ook niet mee. Dus daar gaan we het eens even mee verder. Dan loop je dus het pad verder richting de hoofdstad. Dan heb je hier links heb je een dorpje. Maar daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan eerst even naar de hoofdstad kijken. En dat heeft gewoon een hele toffe sfeer. Jullie zien het al. Een heel groot wheatveld ligt om de stad heen. En als je hier gewoon komt aanlopen, heb je gewoon een heel tof beeld van de stad. En ik vlieg eventjes naar het begin. Hier heb je dan hier heb je dan een fontein. En hier heb je dan de hoofdstad. En dat ziet er gewoon heel tof uit. Als je hier naar kijkt. Vanuit de hoofdstad. De hoofdstad is nog niet aangepast. Maar daar gaat volgens mij nog het een en ander gebeuren. Maar dit is gewoon heel tof. Als je hier naar kijkt. Dan zie je gewoon het hele grote bos. Met drie paden. Eentje rechtdoor. Eentje links. En eentje naar rechts. En natuurlijk dat hele grote wheatveld. Maakt het gewoon af. En dat is gewoon heel tof. Laten we verder lopen. Laten we richting deze kant gaan. Want we hebben hier ook nog een stukje. Dit gaat dan meer richting het, volgens mij, het oosten, als ik het goed heb. En daar ga je dan weer naar het dorpje toe. Laten we deze kant op gaan, want ik vond dit een hele toffe sfeer hebben. Je gaat hier dus door het bos heen naar dat dorpje toe. En dit is gewoon heel gaaf. En je komt dus zo meteen bij het dorpje uit wat ik gemaakt heb. En ik heb over het algemeen met bijna elk project aan meegewerkt in Moria. Dus dat is in ieder geval leuk. Ik kan er dus ook veel over vertellen. En hier kom je dus uit bij het dorp, bij het tweede dorpje. Je kan gelijk zien dat het hier al een stuk kleiner is. En dat hier de huisjes ook een stuk minder groot zijn. Dus hier wonen ook gewoon wat armere mensen. Dat zie je ook al gewoon aan wat voor ruimte ze hebben. En ze zitten hier dus aan de kust. Want hier zo is de kust. En daar gaan we ook eventjes naar kijken. Je ziet dus al een beetje de rotsen, de kliffen. Maar dat komt zometeen meer als je richting die kant gaat. En hier heb je dan dat schip. Mooi, ja, daar vliegen nog bomen waar we mee aan het copy-pasten waren. En hier is dus dat dorpje. Vier huisjes, niet al te groot. Hier wonen dus een beetje de mensen die buiten de stad, die in de stad geen huisje kunnen betalen. Die wonen dus hier. Hebben een eigen dorp opgericht. En die wordt... Ja, ik schrok een beetje. Dat sluit dus aan op dat pad daarachter. Laten we verder gaan lopen richting de andere delen van Moria. Want dan lopen we eventjes weer het pad af en dan komen we zo meteen uit bij de weg waar we toen net, aankwamen. En aan de andere kant, dus ik ging nu een afslag, ik nam een afslag. En aan de andere kant, dus als je gewoon rechtdoor liep, kom je uit bij het haventje van de hoofdstad. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Dit is ook een van de eerste buildings geweest. Er staat volgens mij ook haven op, als het goed is. Wat staat erop? De haven, ja. En dit is volgens mij een redelijk klein haventje. Hier heb je dus een tunnel. Die door een berg gaat, als het goed is. Of een heuvel, weet ik niet zeker. Ja, door deze heuvel. En dus hier heb je dus een kleine uitkijkpost. Met een klein torentje. Een opslag. En hier kunnen dus, denk ik, waarschijnlijk vissersboten aanmeren. Dat schip wat daar staat, dat past hier gewoon niet. Maar hier kunnen dus wel gewoon schepen aanmeren. En dat is gewoon prima. Dus die kunnen natuurlijk handel drijven met Moria. Hier kunnen dus schepen van andere mensen komen. Die dus deze kant opgaan. Dan gaan we eventjes terugvliegen naar het kruispunt. En dan gaan we de andere kant oplopen. Want deze kant...
Er is nog een heel groot deel van Moria wat jullie nog niet gezien hebben. Ook delen waar wij mee bezig geweest zijn de afgelopen dagen komt ook nog. En dat is gewoon ook heel tof. Maar ik vind dit gewoon een hele toffe view hebben. Dat die stad zo op de achtergrond staat. Met het bos hier aan de linkerkant. En het is heel gaaf geworden. Nou, dan heb je aan die kant heb je nog meer bos. Hier heb je weer wheatvelden. Laten we even doorlopen. En dan komen we hier zo uit bij de nieuwe provincie. En dat heet Letrus volgens mij. Staat hier ook op. Wat zat daar? Welkom in Moria. Ja, oké. Letrus zit hier dus. En dit is dus de provincie waar dus de tweede stad zit. Daar gaan we nu eventjes naar kijken. Deze brug hebben jullie, als het goed is, ook al in de opnames gezien. North Lake Bridge. Een hele toffe naam. En hier staan dus de wachters van Moria. En dit is dus de brug. Hier, ik weet niet of je tol moet betalen, maar het is wel een leuke brug geworden. En we gaan even doorlopen. Je ziet ook nog steeds dat er niet alles is af. Maar al wel een heel groot deel af. Hier aan deze kant is het al bebost. En aan deze, volgens mij aan deze kant van het gebied komt nog een bos. Of er komt nog iets van plains. Maar dat weet ik niet zeker. Laten we even doorlopen. Dan komen we uit hier rechts bij de bij het mine gedeelte. Volgens mij heeft dat ook een aparte naam. Ja, dat heeft ook een bepaalde naam. Daar gaan we nu eventjes heen kijken. Heen kijken, lekker. Welkom in Aurum. En dit is het volgens mij het de miner provincie. En hier zo minen natuurlijk de mensen. Hier heeft als het goed is ook... hebben ook de Morianen goud gevonden in de mijn. Waardoor ze weer de economie weer omhoog hebben gekregen. En hier is dus de smelterij van Aurum. En hier kan dus iedereen kan dus zijn oor smelten. Maar voor de rest is er niet echt heel veel te zien. Hier zo is nog een mine. Hier kun je naar beneden. En daarachter hier zo is dus een custom mine gebouwd. Die ook in de opnames gebruikt is. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En hier zo heb je een lift met tandwielen. Dus dat loopt al wel wat meer voor op de middeleeuwen. Maar er zijn ook heel veel delen in Moria die nog eigenlijk normaal zijn. Die nog wat meer in de middeleeuwen zijn. Want we gaan natuurlijk ook steeds verder de tijd... in en de technieken die groeien steeds. Dus het wordt ook steeds beter en geavanceerder. En dat kun je ook terugzien in die mine. Nou, we lopen door. En dan komen we hieruit weer bij een nieuw stuk. En dit heet Zitos. En Zitos is de nieuwe provincie van Moria. En hier zie je al een heel toffe view van een rivier die uit de berg daar loopt. Dit is dus een van de nieuwe provincies. Dit is gewoon een heel mooi shot. Vind ik, we maken het weer even dag zo. En dit is gewoon heel tof geworden. Hier aan de rechterkant zie je ook al... moet volgens mij nog vuur aangestoken worden. Maar het is gewoon heel gaaf. En ook gewoon een brede straat. En voor de rest gewoon heel gaaf geworden. We gaan eerst... daar zien jullie al de stad op de achtergrond. Maar we gaan eerst eventjes hier naar rechts toe. Hier naar rechts is een houthakkershuisje gemaakt. Die Stijn en ik gemaakt hebben. En dit is iets wat ik heel gaaf vind. Vooral de custom omgekapte bomen. Hier een kampvuurtje. Kampvuur? Nee, een vuurtje. En hier woont houtakker. Bert is de beer. En volgens mij zit hij hier ook. Ja, volgens mij stond hij wel een NPC. Maar ja. Hij heeft dus hier best een leuk huisje. Hier kan hij dus ook slapen. Ook leuk ingericht. En voor de rest ziet het huisje er ook wel gaaf uit, vind ik zelf. Daar heb ik zelf ook aan meegeholpen. Een leuke schoorsteen. Hier heeft hij nog een aanbouw waar hij zijn hout kan hakken natuurlijk. En natuurlijk de materialen die hij gebruikt zijn heel belangrijk voor houthakken. En dit is natuurlijk één zo'n tof detail wat echt midden in het bos zit. Wat ik heel leuk vind aan Moria. En wat ik nog niet heb. Maar dat ga ik ook nog wel creëren. Dan gaan we nu door naar de nieuwe stad. En je ziet hier al de wegwijzers. Je hebt hier eerst Archdale Castle, de hoofdstad en Zitos. We gaan eerst eventjes naar Archdale Castle. Dat is het gebouw wat hier ook al een hele tijd staat. En dit is als het goed is het handelsfort. Of heeft te maken met waar allies kunnen verblijven. Eén van de twee. Dit ziet er ook gewoon heel tof uit. We gaan eventjes binnenkijken. Ik weet niet of jullie dit al een keer eerder gezien hebben. Maar we laten het gewoon eventjes nog een keer zien.
We gaan eventjes hier naar rechts, hier naar links toe. En hier staat de slaapvertrekken. Natuurlijk, die moeten er zijn. Hier zo is de slaapkamer van de koning Alliantie. Je kan dus een koning verblijven. Het is een grote kamer. En aan deze kant is Hertog Alliantie of het Tweede Kingdom. En hier kan dus ook gewoon een hertog plaatsen. Het is gewoon een ruime kamer, niks mis mee. Hier gaan we dan richting de vergaderzaal. Oh, ik stond dus al op pressure plate. En hier zo is de vergaderzaal van Archdale Kalst, als ik het goed heb. Ja, en op deze plek heeft Stijn vergaderd met Wouter over de bevordering van de economie van Moria. En dit is gewoon ook een heel tof plaatje. En het uitzicht is ook heel leuk. Hier zie je gewoon weer het bos. En hier kunnen we nog die kant op. Even kijken wat daar ook alweer was. Hier zo. Nee, ik ga niet in de chest kijken. Hier zo kunnen volgens mij de mensen hun armor opslaan. En dan ga je hier weer richting, als het goed is. Oeh, je hebt hier nog een gang. Oh ja, hier kom je uit bij de kamer van Stijn, als het goed is. Dit is volgens mij de slaapkamer van Stijn. Ja, en dan heb je hier twee deuren. Ik snap niet waarom hier een dubbele deur zit. Maar is dat koninklijke? Nou, waarschijnlijk hoort er nog iets anders op te staan. Kamer. En dat gaat daar volgens mij ook naartoe, ja. Ja, dat gaat er ook naartoe, oké. Nou, laten we verder gaan. Laten we Archdale Castle uitgaan. We gaan nog wel even kijken naar de omgeving waar het ligt. Want het ligt heel gaaf. We gaan eventjes hier naar de zee. Hier zo, het ligt echt verschrikkelijk tof. Hier hebben we ook heel veel tijd in gestoken natuurlijk. Het ligt in het bos en dat is gewoon heel gaaf. En we gaan verder gaan. We gaan verder gaan, ja lekker. We gaan verder naar Zitos. En Zitos is op dit moment denk ik ook wel een hele toffe stad geworden met veel detail. En het begint eigenlijk al met deze wheatvelden die eigenlijk heel erg zeldzaam zijn, die nu op de Kingdom gebouwd zijn. Hier wonen boeren die het wheat verbouwen. Je ziet ook tussen de wheat zie je ook paden lopen. En hier zo de vogelverschrikkers, natuurlijk moeten die er ook zijn. We gaan eventjes kijken. Welkom in Zitos, de stad van Wouter, als het goed is, van Hertog Wouter. Zijn eigen stad heeft kunnen maken. En dit is een heel tof plaatje. Hier zo zie je gewoon. Volgens mij is dit nog een steiger die nog weggehaald moet worden. Want dit is natuurlijk al af. Maar er zijn natuurlijk nog wel gebouwen die nog in de steiger staan. En dit is gewoon een heel tof plaatje geworden. Ook gewoon omdat er een niveauverschil in zit. En wat ik vooral mooi vind is dat de huizen zo dicht op elkaar staan. En dat hier dan zo'n custom tree tussen staat. Veel detail. We gaan hier even kijken. Eerst naar de kerk. Dit is de kerk van Zitos. Ook een beetje hetzelfde als wat bij het andere dorpje zat. Maar dit is ook gewoon een hele toffe kerk. En een hele grote deur, wat ook leuk is. We doen de deur even dicht. Zo. Dan lopen we door. En dan gaan we eventjes verder naar het plein. Want hier zitten ook nog leuke gebouwen. We gaan eerst deze kant op. Dit is het eerste gebouw volgens mij wat er gebouwd is. Dit is de herberg. En wat staat er? Het Wapen van Zitos. Ah, leuke naam. En hier, ja, het zegt het al. Een herberg met veel, met een bar natuurlijk. Met plekken waar je kan slapen. Hier ga je richting de kamers. Daar gaan we ook eventjes heen. En hier heb je dus de kamers. Kamer 1 en kamer 2. Leuke kamers. Ook zeker geen verkeerde kamers. Dus als je een keer langskomt in Moria, is dit een leuke plek. En hier slaan ze hun materiaal op. Dus natuurlijk de biervaten en et cetera. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Twee kamers, maar wel een hele leuke herberg. En het is gewoon heel tof gemaakt dit. Next. We gaan door naar dit gebouw. Even kijken, wat was dit ook alweer? Volgens mij was dit een gebouw van een smid. Ik weet het niet zeker, nog niet ingericht. Maar volgens mij is dit een gebouw van een smid. Die, ja, ook een schoorsteen heeft. Hier ga je dan naar het kerkhof van de kerk. Die daar staat. En hier zo, als het goed is, dat gewoon een normaal huisje. Ik weet niet of dit nog een functie heeft. Nee, dit is gewoon een normaal huisje. Een marktpleintje die er natuurlijk ook bij hoort. Hier gaan we kijken naar het hoofdgebouw. En dit vind ik een heel tof gebouw. Het heeft ook een wat weg van de Vikingen. En dan gaan we gewoon even binnenkijken. Hier staat stadhuis. Het stadhuis van Zitos.
ik had even je camera. Oké, next. Nou, hier. De kamer van hertog Wouter, want hij heeft hier natuurlijk de leiding. En wat mensen, wat Stijn ook in ieder geval niet zag, is dat deze lever bedoeld was om brieven mee te schrijven. Dus daar zit een veer in, technisch gezien. En daarmee kan hij dus zijn brieven schrijven. Ik weet niet hoe ver dit is ingericht. Trappenhuis. Oké, we gaan gewoon even rondkijken. Hier kun je dan de tuinen in. Ja, maar dat spreekt voor zich. Laten we even omhoog gaan. Hier zo. Dit is ook een gang volgens mij. Is dit de kamer van kantoor Koning Stijn? Hij heeft ook al een leuk kamertje met natuurlijk een mooie lamp. En hier heeft hij dan uitzicht op de stad. En dit is heel tof. Hier heb je gewoon eigenlijk volledig uitzicht over de stad. Het is niet heel groot. Maar het is wel heel tof geworden. Volgens mij moet dit nog ingericht worden. En kom je hier weer bij een... Oh, hier is niks gemaakt. Oké. Dan lopen we weer eventjes terug. En als het goed is, hebben we hier dan nog ergens een... Oh nee, dat dacht ik maar. Maar dat is niet zo. Ik dacht dat we nog ergens een rommelhok hadden. Hier, ja hier, een rommelhok. Ja, dat was hier zo. Nou, daar zit een leuke rommelhok. Hier kun je dan de tuinen in. Dat ziet er dus ook zo uit. De muren zijn ook niet heel hoog vergeleken met huizen. De rest wel leuk gedaan. En we gaan verder naar het volgende gebouw. Want we hebben nog meer gebouwen die we kunnen laten zien natuurlijk. We gaan richting deze kant. En hier zo. Dit gebouw is ook een bank. En dit was volgens mij de tweede bank die er gebouwd is. Dit is een hele toffe bank. Hier een schilderij die ook niet vaak gebruikt is. Hier kunnen mensen natuurlijk gewoon hun dingen opslaan. Volgens mij ligt er nog niks in. Maar dat is ook niet nodig. En hier... Als het goed is, boven zit dan die opslag. En hier zo zit dan de kluis. Waar natuurlijk het goud wordt opgeslagen. Maar daar gaan we eventjes niet in kijken. Want... Of kan ik daar wel in? Ik weet niet. Kan ik daarin? Ja, ik kan daarin. Oké, nice. Ja, hier zit dus de kluis. Met natuurlijk het goud. En hier zo. Oh, hier zit nog jammer genoeg niks. Maar daar komt als het goed is nog iets. Daar wordt volgens mij nog iets opgeslagen. Ik kom niet echt uit mijn woorden. Daar gaat nog niet voor iets komen. Laten we doorgaan naar de haven. Want de haven is heel erg belangrijk voor Zitos. Vooral omdat dit eigenlijk de grootste haven is op dit moment in Moria. En daar gaan we eventjes naar kijken. Je ziet ook gewoon het hele toffe uitzicht, vind ik, van deze stad. We gaan eerst even kijken naar dit gebouw. Daar is jammer genoeg niks. Ik had dat niet verwacht. Maar oké. De haven is dus nog niet helemaal ingericht. Wat ook niet nodig is. Want dat krijg je natuurlijk ook niet te zien. Dit is wel ingericht. Maar ook weer niet. Volgens mij is hier wel een koninklijke marine. Wat ook nog de enige is van de server. Dus dat is heel leuk. Hier marine hoofdgebouw. Ik ben wel benieuwd. Even kijken. Hier kunnen ze trainen. Dat is ook heel leuk. Hier kunnen de soldaten trainen met boogschieten. Met natuurlijk op de poppen slaan. Dat maakt weer even dag. Zo. En hier zo is de opslag. Die natuurlijk ook moet zijn. Daar ligt het armor in. Ik weet niet wat hierboven zit. Daar gaan we ook even kijken. Eventjes naar boven. En hier zit... Oh ja, hier kunnen natuurlijk de soldaten slapen. Wat staat daar? Lood, een lood. Volgens mij heeft dat te maken met... Ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft. Maar dat laten we eventjes voor gezien. Volgende. Even kijken. Wat hebben we dan nog meer? We hebben dan hier volgens mij nog een opslagloods... Ik weet niet of dit ingericht is. Niet helemaal. Dus gaan we even naar kijken. De opslagloods. En dan hebben we hier nog gewoon wat huisjes. En dan hebben we hier zo. Aan deze kant zit dan de haven. Met hijskraan. Maar dat was het wel een beetje voor Zitos. Dan gaan we weer eventjes terug naar het begin. Het begin van deze stad. Gaan we eventjes heen vliegen. Want er is nog meer te laten zien in Moria. Ja, we hebben het nog niet allemaal gezien. Maar er komt meer aan in de volgende aflevering. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even een like achter voor meer Kingdom Tour. En dan zie ik jullie bij een volgende video. De storyline komt er ook weer aan. Maar ik heb over een paar weken heb ik een proefwerkweek. Dus daar moet ik ook voor leren. En daarna gaan we weer volop focussen op Kingdom. En dan spreken jullie de volgende keer weer. Ik zie jullie bij een volgende video. Later.